Het afgelopen etmaal zijn er 5 personen overleden aan COVID. Het is na lange tijd dat er zoveel personen op 1 dag zijn overleden aan de ziekte. Daarnaast zijn er 1026 nieuwe besmettingen genoteerd. De vierde golf stak met kop en schouders boven de vorige uit. En nu is de 5e golf boven de 4e. Dat zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée. En dat is het aantal cases, enorm hoog, aantal positieve die u daarbij aantreft. In totaal zijn er tussen 59.768 personen positief getest sinds 12 maart tot 11 januari 2022. 12 maart 2020 dus. En dit is even geanalyseerd tussen augustus en in januari. Dus eigenlijk alleen de laatste 2 golven. Om aan te geven hoe het verloop is geweest. En u ziet dat we eigenlijk in november al mooi uit de 4e golf kwamen. Echter heeft deze periode niet lang mogen duren, want eind december zagen we weer die stijging. Dit is ook het aantal overledenen op dagbasis. En het 7-daags gemiddelde. U ziet dat met elke golf automatisch meer cases, meer personen komen te overlijden. Neem de golf af, wordt het aantal overledenen, neemt daarmee ook af. De 1026 positieve van gisteren zijn 45,9% van het totaal aantal geteste personen. Er zijn 2235 swaps afgenomen, waarvan 1209 negatief waren. In alle districten zijn er mensen positief getest.